Ik ben er nu, actief ben ik er nu ongeveer een jaartje mee bezig. Dit soort fotografie, dat heet wetplate fotografie of collodion fotografie. Dat is, even kijken, in 1851 is dat uitgevonden door een of andere Engelsman, Frederick Scott Archer. Heeft ongeveer 50 jaar bestaan en toen is het zeg maar ingehaald door onze broers die hierachter staan, Kodak of Eastman in dat geval. Die vonden toen de dry plate uit. En de term zegt al wet plate, dat wil zeggen dat je alles in het natte stadium moet doen en dat is ongeveer een kwartier speelruimte. Dus was niet echt gebruikersvriendelijk, zo moet ik eigenlijk zeggen. Ik deed vroeger met Photoshop. Plaatjes maken, perfecte plaatjes maken en daarna verknallen met Photoshop. En toen zei iemand tegen mij van waarom ga je dat niet in het echt doen? Nou, heb ik jarenlang nagezocht, niet kunnen vinden. Toen kwam ik 3 jaar geleden volgens mij de Tintype Studio tegen. Jongens uit, of een echtpaar volgens mij uit Amsterdam. En die waren dat aan het doen in het, daar ergens. En die zei tegen mij van, oh, dan moet je daar en daar zijn. Die geeft cursussen. Dus ik meteen een cursus geboekt. En daar heb ik nog een paar maanden op moeten wachten. En sindsdien ben ik er echt aan verknocht. Meestal maak ik portretten, maar ook landschapsfoto's. Dat soort dingen, dat doe ik ook. Maar de portretten, ja, dat gebeurt in opdracht. En die, ja, daar komen ze voor hier naartoe. Het grootste wat ik op het moment kan doen is 18 bij 24. Dus dat is echt het grootste formaat. Maar er zijn fotografen die dit zeg maar doen. Die hebben een vrachtwagen omgebouwd tot camera. En die, ja, die maken platen van 1,20 meter bij ja, zeg maar A0. Ja, het is heel wisselend. Ik doe zowel mode als portretten. Landschapfoto's. Echt, ik heb vorige week een poster gemaakt voor een theatergroep. Afslag Eindhoven. Ligt daar toevallig, omdat ze die kwamen brengen. Dus ja, van affiche tot modefoto's. Ik maak het allemaal.